Ja, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjogger. Welkom terug bij een nieuwe Mindtopia video op mijn kanaal. En jongens, vandaag is een grote dag, want er gaan twee dingen gebeuren eigenlijk. Nummer 1, nee, drie dingen ga ik jullie vertellen. We beginnen met het eerste. De volgende video ga ik uitleggen over de Mindtopia invite die ik mag weggeven. Dus hou goed in de gaten wat je moet doen. Want de volgende video ga ik het allemaal uitleggen. En daar komt er ook echt daadwerkelijk een invite aan. Want ik had voor gisteren een feestje gegeven in Danstopia, oftewel mijn club. En dat ging hartstikke lekker. Ik heb 25.000 euro verdiend aan dat feestje. Als ik dat nou elke week gewoon doe of zo. Money in the bank. Nog meer als ik al heb. Goed, nummer 2. Ik heb dit huis toen gekocht van TVG. Van Dion en Matthijs. En mijn buurmeiden zijn er dus... Ze zijn met z'n drieën, eigenlijk is er eentje, maar ze zijn met z'n drieën. Die willen dit plot van mij overkopen. Voor 100.000 euro. Dus dat is ik tof, dus ik ga zo meteen 100.000 euro ook aan dit huis verdienen. Ik ga het zo verkopen, ik heb het contract al klaar liggen. Waarbij staat bij deze is plot 209, eigendom van gewoon Helena. Ja, dus een som betaald van 100.000 euro. Nou, dan ga ik die aan hun geven. Ik krijg 100.000 euro, is het plot mooi van hun. Dus dat gaat er ook gebeuren. En ik moet Maaike spreken, want er is wat gebeurd in de... Ja, jullie weten allemaal natuurlijk dat ik de bank beroofd heb. En dat ga ik dus nu bespreken met Maaike, want er is iets vervelends gebeurd. Maar dat komt zo meteen wel. Goed, we gaan naar het gemeentehuis. Nee, naar wat is ook weer het huis? Het standaard huis waar iedereen zit te chillen. Hoi Lars, lekker te parcouren op het huis van de dames. Dat doen mensen af en toe wel eens. Nou goed, ik heb afgesproken met in het Witte Huis. En daar ga ik ze meenemen. Dan gaan we nog even plot kijken. Bladibladibla. En hopelijk ben ik op tijd. Het is nu 7 over 2. Dus het kan allemaal goed komen. 10 over moest ik er zijn. Dus ik ben nog vrij op tijd. En ik zie ze al zitten. Ja, dat we kunnen in Mindtopia door de muren heen kijken. Dat kunnen we. Goed, dan gaan we. Hoi meiden. Hoi. Hoi. Nou, oké. Okay. Zo, hoe is het met jullie? Goed. Ja, prima. Ja, lekker. Ja, gaat lekker. Dus goed. Jullie hebben bij de bank eindelijk die lening doorgekregen. Dankjewel. Ja, jullie hebben me gecontacteerd. Jullie wilden graag eens het plot kopen. En was er een beetje gedoe met de bank? Vertel eens even. Ja, het was zeg maar dat bij de ene konden we wel de lening krijgen, bij de andere niet. Want we moesten nog het oude plot eerst verkopen. En dat duurde gewoon heel lang. Maar nu uiteindelijk hebben we toch een lening kunnen krijgen. En ja, dat is dus helemaal goed gegaan. Oké, wie deed er heel moeilijk dan? Ja, Remco. Maar ik snap het enigszins ook wel. Want ik bedoel, we zijn nu natuurlijk nog niet zo lang in de stad. En hebben nog niet zo'n hele goede baan. Dus... Het is natuurlijk wel lastig om dan meteen een lening van 50.000 terug te betalen. En dat is waar. Dus ja, maar het is geregeld. Ja, ik zei al van, nou, Maaike staat wel garant voor. Die is toch elke dag 24 uur bijna online. Dus dat is dat. Goed, jullie 100.000 euro hebben jullie als het goed is. Weet je wat, we gaan even naar het huis toe. Gaan we even kijken, want of jullie nog steeds geïnteresseerd zijn. Ja, jullie lopen er elke dag langs, dus jullie weten precies hoe het eruit ziet. Maar goed, wat is jullie plan eigenlijk? Want ik heb gehoord dat jullie hebben grootste plannen. Ik bedoel... Ja, ja. Mensen die onderschatten Maaike heel erg op de server, maar ik zie dat Maaike eigenlijk elke keer haar leningen netjes betaalt, veel geld heeft, 4 plots ook ondertussen, bijna 5 dus nu, maar ga naar Helena. Dus dat, Maaike, vertel, wat gaat hiermee gebeuren? Nou, we gaan zeg maar dit plot, dus jouw plot, en die van mij, mijn oude huis, gaan we samenvoegen. En dan gaat alles plat en dan komt er een hele grote fangirl flat en daar kunnen mensen een kamer huren voor een prijsje. Oh, jullie gaan ook een kamer kunnen verhuren en shit. Ah. Ja. Concurrentie krijg ik. Maar goed, dan ga ik, dat weet ik genoeg over mijn plot ook. Nou, dan geef ik jullie vast één tip. Ja. En dat is, als jullie het plot willen samenvoegen, moet het op één naam staan van één persoon, hè? Ja, klopt. Nee, ja, maar dat gaan we dus nog regelen. Maar we moeten eerst toestemming hebben dat ik 5 plots op mijn naam mag hebben. En anders fix ik gewoon dat mijn oude huis op de naam van Helena of Sandy komt. Kijk, zie je, dat bedoel ik. Maaike denkt tenminste na over wat ze doet in de server. Nou, jullie weer binnenkijken. Ik weet niet of een paar van jullie wel eens binnen hebben opgesloten, maar ga maar even kijken. Gaan we even naar binnen. Nou, goed, in ieder geval, dit ga ik dus allemaal verkopen. Het enige wat ik mee wil nemen binnenkort, dan kom ik later over ophalen, regel ik even, is de oven. Die heb ik namelijk nodig voor iets. En ja, voor de rest is het huis helemaal voor jullie. Met plot en al. Ja. Goed, dus zijn jullie nog steeds geïnteresseerd? Nog steeds hebben jullie van, ja, dat willen we doen? Ja. Ja, jullie hebben gewoon een heel mooi plot. Midden in het centrum krijgen jullie eigenlijk 4 plots zelfs. Het is echt op zich al een mooie machtspositie, moet ik zeggen. Dat klopt. In de blauwe straat van Samal. Ik zeg even, ben je niet om te laten palmen door Samal om jullie allemaal blauwe dingen aan te smeren, hè? Zeker niet. Let er maar even op. Ondertussen, ja goed. En de Bram Steen die hiernaast staat, die is volgens mij weg. Die is niet meer in Mindtopia, die is vertrokken. Dus misschien kijken jullie ook nog eens iets met het winkeltje doen, hè? Naast jullie grote plot. Ja. Just saying. Nou goed, we gaan het even binnen afhandelen. Het is wel zo fijn om in één keer 100.000 op straat te gooien. Is gewoon niet lekker. Hupsakee. Dus 100.000 zouden betaald moeten worden. Dat zijn 20 diamond blocks, geloof ik? Ja.
Oké. Ik zal dit geven. Oké, wacht. We gaan eerst... Onze beurt! Ja, okay. Er zijn er gewoon 20 voor. Dus... Ja. Oké, okay, ja, het zijn er 20. Ja, goed. Ja, okay, ik zie het. Oké, okay, mooi. Nou, dankjewel. Later. Nee. Top, dan geef ik jullie... De contract is 209. Die is voor Helena. Dat contract, als je dat kan inleveren bij de makelaar, dus bij Joris moet je die inleveren, dan kan Joris deze op jouw naam zetten. Oh, oké. Okay. Ja, we doen het via ADHD-BV. Dat is wel chill. Die is ook heel goedkoop. Dat kost me helemaal niks. Dat is wel lekker. Zeg van, ja, ADHD-BV moet je even inleveren en zeg van, hé, ik wil het op mijn naam hebben. Dan is het voor jullie. Oh ja, dat ging wel goed, ja. Top, ik heb volgens mij alles meegenomen. Ja, dat mooie overkomt binnenkort een andere keertje wel halen. Dat is geen probleem. Maar dan... Goed, we hebben dat eigenlijk afgesloten. Het is betaald. Jullie hebben het betaald. Het is mooi. Het huisje is verkocht. Dus eigenlijk is dit ook niet meer van mij nu. Maar zou ik het heel veel gebruiken? Want ik moet heel veel Maaike spreken. Is dat heel erg? Ja, is goed. Ja, ja, het is voor jou, Helena. Jij moet zeggen. Eruit? Ja. Ja. Nou, nog niet, want je hebt nog niet ingeleverd. Maar dat komt dan wel. Goed. In ieder geval, doei meiden! Ja, ze lopen zo weg. Doei! Oké, top. Nou, heb ik even mijn Maaike. Ik ga even naar boven gaan zitten. Ja. Hey, luister. Jij was natuurlijk bij op het moment dat... ik weet niet of je al weet waarom je toen bij de IKEA voor de deur moest staan. Of weet je het nog steeds niet? Ik heb er iets vaags over gehoord dat er een bankoverval was gepleegd. Ja, het probleem is, denken ze dat wij dat gedaan hebben. Dat is natuurlijk niet waar. Dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Maar er is een probleempje. Ik heb gehoord van... vernomen van David, van de Fantastic Five. Ja, dat jij gezien bent op de camera. Dat je voor de deur stond op het moment dat er is ingebroken werd. En dat is een groot probleem. Ik wil je graag een bescherming nemen. Dus heel simpel, op een gegeven moment ook als ze vragen, weet je wel, het is heel belangrijk ook. Je hebt mij niet gezien op dat moment, want ik ben niet gezien op de camera. Dat zou heel raar zijn, dus dat ze zegt van ja, ik heb Dylan gezien bij de camera, toen was hij bij me. Dat zou heel raar zijn, dan ben je heel verdacht. Het beste is op het moment als je me vraagt van ja, wat deed jij daar toen op dat moment? Je moet ook niet zeggen dat je er niet zeggen van ik was er niet, want je was er wel, dat zien ze op camera. Ja. Je moet gewoon zeggen van ja, nou, ik stond daar gewoon te chillen of misschien wel of gewoon een soort van smoesje, want... Het is niet slim om te vertellen, want dan zeg jij er de schuld ervan. Ja, inderdaad. Dat is niet goed, nee. Nee, dat willen we allebei niet. Ik weet ook niet wat er gebeurd is verder met de bank. Maar ze denken dat jij het doet, was. Maar ik denk nog steeds dat het Trillerion was. We zijn bezig om met de Fantastic Five, kan ik er wel in vertrouwen nemen, om het uit te zoeken wie dat gedaan heeft. Ja. Maar het is belangrijk, het is op het moment dat iemand naar je toe komt, niet in paniek raken, gewoon zeggen, ja, nou, ik was daar gewoon aan het zitten. Mag toch gewoon hier zitten? Mag je toch gewoon chillen? Mag toch? Op die manier moet je het gewoon gaan spelen. Ja, komt goed. Ja, dat is even belangrijk. Dat moest ik even vermelden. En dan kunnen we snel weer naar de dames toe. Anders is het een beetje suspicious als we hier blijven staan. Ja. Maar dat is belangrijk. Je krijgt dus misschien de politie aan je deur of zoiets. Weet je, met vragen. Maar dan moet je gewoon heel simpel reageren. Ja, ik mag toch gewoon daar staan. Kan toch? Ja. Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. Goed, even kijken. Laat anders eens een keer jouw huisje zien. Ik heb jouw huisje nog niet gezien. Verder. Even kijken. Ja, want jullie. Welke van de twee? Waar wil je heen? Poeh, ik wil die van David wel zien. Dat oude Davidhuis. Ik bedoel, deze heb ik wel eens een keer gezien. Hier boven binnen. Oh, wauw. Wat is hier dan aan de hand dan? Ja, ze zijn iets van internetkabels en elektriciteitskabels iets beter aan het aanleggen. Want dat werkte niet goed. Dus ze zijn nu bezig met glasvezel en dat soort dingen. Dus. Ebba. Zo, het is wel een hele openbreking. Dat is ook kut voor Duffy en zijn ding. Nou, gelukkig kun je wel lopen nog. Wat doet Sven hier? Geen idee. Is jullie stalker, Sven? Hallo? Nou goed, we gaan even kijken. Ja. Vanaf nu is dit eigendom van de fangirls van Maaike. Oké, oh wauw! Jeetje, wat voor camera's hebben jullie hier binnen. Ja, diefstal moet vermeden worden, dus het gaat zo goed met de camera's. Ja, ik zie het. Ah, hier mooi een stoeltje, computerschermpjes. Hier binnen kan je komen. Oh, wat gaaf. Een klok hebben jullie ook in de huis al. Ja. Nou, veel chests. Jullie ogen er met z'n drieën? Ja. Oké, dan gaan we naar buiten toe. En dan gaan we... Oh, en een zwembad. Oh, je hebt die grote bomen natuurlijk van David. Ja. Hoi, Helena. Hoi. Zwemmen jullie hier van... Mooi zwembad, mooi zwembad, hoor. Dat zeker. Nou, hoeveel hebben jullie betaald voor dit plot samen? 125.000. Zo. Maar dat heb ik toen nog alleen betaald. Want toen waren we nu nog hier naartoe verhuisd. Alleen, nu zijn ze hier naartoe verhuisd. En zijn we samen aan het wonen nu. Dus dat scheelt qua prijs en dat soort dingen. Een grote kracht zijn ze drie. We zitten op een viermans plot. Vier plots naast elkaar. Gewoon een groot vierkant. Dus dat was super vet. En jullie maken een heel mooi idee. Dus dat wordt hartstikke geweldig. Ondertussen, ik word jullie buurman niet meer. Ik ga even verhuizen. Ik ga wonen in het Fantastic Five gebouw natuurlijk. Bij David. Ik word Davids buurman. Niet jaloers worden, Maaike. Geef niet. Ik ben lange tijd geweest, maar... Ja, weer lange tijd geweest, maar nu ben ik dat. Ik heb een heel mooi appartementje daar gekregen, dus dat is hartstikke cool.
Ja, leuk in ieder geval. En jullie gaan dit houden en dat gaan jullie ook een tweemansplot maken voor een leuke flat. Ja. Ja. Oké, okay, hartstikke gaaf. Nou, dat wou ik even zien. Wou ik even weten wat jouw plannen waren. Alleen maar het zat wel leuk om te horen van andere mensen. Goed, dan ga ik even... Ik ga even verder trouwens weer dan. Het is wel belangrijk dat ik even een paar dingen ga afhandelen natuurlijk. Zou ik misschien de deur voor me kunnen open doen? Ja. Nee, aan deze kant. Ga ik even richting mijn club nog, want het is echt een troep van gisteren. Zo. Hops, oké. Oh, dan Sven weer en Sander. Zo. Wat een drukte. Nou, goed, beiden dankjewel voor vandaag. Lever het in bij Joris, weet je wel, bij ADHD BV. Voor het, dan kan je het plot hebben. Ja. Hoe sneller, hoe makkelijker goed voor jullie. Goed, dan wil ik je bedanken. Dan zie ik jullie de volgende keer wel weer. Ja. Doei. Zo. Hoppakee. Nou, ik ga heel snel langs mijn club, want ik moet daar even kijken nog hoeveel drankjes ik nog heb. Ik moet even inventariseren. Maar goed, ik heb in ieder geval gedaan wat ik moest doen. Ik heb het plot verkocht voor 100.000. Ik had hem toen ooit gekocht voor 30.000. Ik heb de 70.000 winst. Maar het plot is sowieso heel veel waard. Dus het is niet dat de meiden te veel betaald hebben. Ze hebben gewoon betaald wat het waard is. En omdat ze in zo'n machtspositie komen te zitten, wordt het ook duurder. En dan wordt zo'n bedrijf... Maar goed, ja, ik heb ze op zich 100.000. Het is een mooie prijs. Het is goed geregeld allemaal. En dat is allemaal prima. Dus loopt hier Ties van de... Wat is hij aan het doen? Hij is aan het sneaken. Oké, Ties. Hallo. Gegroet. Wat zit je stiekem te doen? Misschien was hij ergens mee bezig. Ja, geweldig. Geweldig, geweldig. Maar ik moet weer verder. Streek je nog wel eens. Oké, nou, dat is in ieder geval Ties. Ties heeft een eigen... Het is niet van een scrapyard. Ties is niet van een scrapyard. Ties is natuurlijk van het advocatenbureau. Dus als ik ooit een probleem heb, moet ik bij Ties langskomen. Maar goed, in ieder geval, wat er dus gebeurd is... Ik heb het tegen Mike verteld. Is dat de camera's, gelukkig... We hebben natuurlijk de Fastback 5 opgekeken. Ik was amper te zien op die video in de IKEA. Dus ik heb de bank bestolen. En dat heeft bijna niemand gezien. Oh, die was gisteren uitgelogd op mijn feestje. Dat is duidelijk. Ik heb gisteren bij de bank heb ik toen bestolen en ik ben niet te herkennen. Maar wat het probleem wel is dat Maaike, dus die is wel gezien voor de deur natuurlijk van de IKEA, heb ik geen rekening mee gehouden. Dus het belangrijk is dat Maaike de mond houdt, dan kom ik niet in de problemen. En ook Maaike komt niet in de problemen, want als zij zegt, ja ik was op de tijd van de bankberoving, is ze medeplichtig en dan heeft ze ook een probleem. Dus maar ja, ik denk dat Maaike wel slim genoeg is om niks te zeggen. Oh hey, dat is nog een nafeest dus. Yo, als je de deur zou willen verraten... Hoppa. Dank je. Dank je, dat is geen probleem. Nou, ze is helemaal dronken geworden op een feestje gisteren. Gaan we inventariseren. Helemaal top. Ik kan nog eten. Ik heb nog heel veel brood. Ik heb nog alles. Allemaal drankjes, bier, prijzen van de drankjes. Maar goed, dus dat is in ieder geval de dingen die ik gedaan moest hebben. Maaike die weet dat ze heel slim is. Dat ze moet oppassen. Zodat ze niet de mond voorbij moet lullen. Want dan komen allebei in de problemen. Is niet slim. Mensen, in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het een leuke aflevering vond van Mindtopia. Zie jullie graag in de volgende. Dankjewel voor het kijken. Laat een wat tot ziens en... Peace!